oké, nu ga ik echt de vlog goed beginnen. Want ik zeg steeds goedemorgen, maar het is ondertussen al middag. Dus goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Maandagmiddag alweer, want ik heb heel de dag niks gedaan. Een beetje op de bank gelegen. Deze zonnebril is echt te groot voor mijn hoofd. Maar dat heb ik met elke zonnebril. Dus ja, ik ben nu even met Govi aan het lopen. Want die moet nog uitgelaten worden. Daarna ga ik eventjes eten. En daarna ga ik voor mijn wimpers en mijn wenkbrauwen laten doen. Dus daar heb ik super veel zin in. Zo, wij gaan even eten. Ik heb een shirtje aan van de H&M. Mijn jasje is ook van de H&M. Mijn broek is van de Zara. Mijn schoenen... En mijn tasje zijn van Michael Kors en mijn riem van Armani. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie kunnen zien ben ik gisteren voor mijn wimpers en mijn wenkbrauwen geweest. Ik ben er echt super blij mee. Echt heel vol. Echt super mooi. Ik ben nog even snel Govi aan het uitlaten voordat ik naar mijn vriend ga. Wij hebben weer een ijsje gehaald. De volgende dag, het is vandaag woensdag. Ik ben gisteravond nog bij mijn neef wezen eten. En daarna heb ik met mijn zusje wat gedronken in de stad. Want eindelijk zijn de restaurants weer open. Dus kunnen we ook weer gewoon gezellig wat gaan drinken. Maar omdat het zo gezellig was, ben ik helaas vergeten om te filmen. Maar ik ben vandaag naar de stad geweest. En ik wou jullie wat dingetjes laten zien. Als jullie trouwens geluid horen, dat komt omdat ik op het balkon zit en we zitten aan een weg. Maar het is al avond en hier heb ik het beste licht. Als eerste heb ik deze make-up tas gekocht met een panterprintje bij de Ethos. Hij was maar 5 euro, dus dat is natuurlijk geen geld. Maar ik wilde echt een grote hebben, omdat elke keer al mijn kleine tasjes, ja, die rits gaat gewoon kapot omdat er te veel spullen in zitten. En dan heb ik nog een paar make-up spullen gekocht. Want mijn foundation was op, mijn bronzer was op, mijn concealer en ik had nog een nieuwe highlighter nodig. En ik had bij een klasgenootje bij mij tijdens onze visagielessen had ik al een keer gezien dat zij een heel mooi palet had van Revolution, als ik het goed uitspreek. Maar dat is dus deze. Nou, dit is het palet. Dan heb ik verder nog een bronzer van hetzelfde merk. In de kleur 2 warm. Dan heb ik nog een foundation van Catrice in de kleur 27 amber beige. Normaal heb ik het andere flesje, maar die was op in mijn kleur. Dus ik dacht, ik probeer deze een keer. En dan nog de waterproof concealer van Catrice in de kleur 010. Porselein. Geen idee of ik dat uitspreek. Deze. Ja, het zal wel. Oh ja, ik heb trouwens gesolliciteerd bij de Ici Paris. Tenminste, ik had de vacature ingevuld. En ik heb vandaag een berichtje teruggekregen. En maandag mag ik op gesprek. Dus duimen. Oké, we moeten natuurlijk ook realistisch blijven. Het is vandaag donderdag. En het is nog ochtend, bijna middag. En ik heb zo geen motivatie om iets te doen. Oh. Ik moet om 2:30 naar de masseur en mijn nagels zijn echt zo erg uitgegroeid. En mijn lip is echt super droog. Voordat ik wegga moet ik nog de hond uitlaten. Nog handdoeken pakken. Want ja, vanwege het virus moet je je eigen handdoeken meenemen. En daarna ga ik naar de masseur. Wat ik vandaag aan heb is dit shirtje. Met deze kool van de H&M. Deze broek van de Haagse Markt. Mijn Alexander McQueen's. Tasje van Armani. En mijn jas van Stradivarius. Nou, zoals jullie weten moeten we tegenwoordig een mondkapje dragen in de bus. Dus ik ben nu onderweg naar de bushalte en dan ga ik lekker naar de masseur. Ik word lekker 2 uur gemasseerd, dus daar heb ik echt super veel zin in.
Pas op, ik zie niet een kaarsje trap. Ik had dit niet verwacht. Nee? Nee. Dat is trouwens niet een verrassing waar ik zo lang mee bezig ben hoor. Wie is mijn moeder dit? Niet echt. Wie dat? Omdat ik vroeg waarom is ze boven. Wat zei ze? Weet ik niet. Ik ga er nou, maar er liggen allemaal kaarsjes naast. Heb je gezien? Lijkt op mezelf. Ja. Heb je gezien dat ik je had gefilmd? Goedemorgen allemaal. Het is nu 12 uur. Het is vrijdag vandaag. Zoals jullie konden zien heb ik gisteren mijn vriend verrast toen hij thuis kwam van zijn werk. Want ja, meiden moeten dat natuurlijk ook af en toe doen. Ik ga me zo klaarmaken en dan ga ik lekker lunchen met mijn moeder en mijn zusje. Want mijn zusje die is geslaagd, dus dat moeten we natuurlijk wel even vieren. En daarna ga ik weer terug naar mijn vriend. Nou, hallo allemaal. Het is alweer middag en we zitten lekker op het terras. Ik herken het gezicht al. Ik ook, maar ik weet niet waar van. Huh? Ik heb zelf een puzzel gegeven. Ik heb alleen mijn gezicht laten zien. Dat is echt raar, want ik herkende het wel, maar... Ik weet niet wie ik ben, dat is wel leuk. Ja, ik weet het wel. Lekker chiderantje. Wat zei je? Je veggie thee? Ja. Hartstikke mooi. En een ijsteentje. Ja? Toen kwam jij, waarom jij, dit is niet... Een drankje doen. Oh ja, en ik was net echt super trots, want ik vroeg of ze mijn ID wou zien en ze zei nee hoor, want je lijkt gewoon 18. Hallo allemaal, we zijn er weer. Het is vandaag zaterdag. Wow, mijn huis is echt net. En we zitten weer lekker op het terrasje. En straks gaan we naar een vrienden in Korka. Dus we nemen jullie weer mee vandaag, toch? Lekker een tomatensoepie. Nou, we zijn alweer een tijdje terug van het terras en nu zijn we weer in Gorinchem bij Leo en Lisette en we gaan lekker barbecuen. Maar goed, het is wel echt een beetje. Dus we hebben al heel wat rondes gehad, maar we zijn nu bij de laatste ronde aangekomen. Het toetje. Ben je blij? Oh ja. Ben ik het toetje dan? Nee, jij niet. Oh. Maar ben je wel blij? Ik ben hartstikke blij, dat zie je toch? Ja, ik ben blij. Gelukkig. Nou, wij gaan lekker eten. Doei! Dit is wel zo... Oeps. Zo lekker. Oh my god. Je zit er wel op hoor. Jezus. Heb je honger? Nou hallo, dit is de tv-kantine. Wat? Ik kan niet om de Frans. Er komt zo in beeld. Daar komt. Zo. Goedenavond allemaal. We zijn alweer even terug uit Gorinchem en daarna zijn we naar Stefano en zijn familie geweest en hebben we spelletjes gedaan in de tuin. En nu zijn we weer thuis, dus ik ga mijn make-up eraf halen en dan gaan we lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag, de laatste dag dat ik ga vloggen.
Oh. Mijn wimper zit de hele tijd in mijn oog. Ik heb zo meteen een sollicitatiegesprek, maar eerst ga ik met mijn vriendinnetje lunchen. Ik heb haar echt al super lang niet gezien, dus ik ben echt weer blij dat we gaan afspreken. Dus eerst even lunchen en daarna ga ik naar mijn sollicitatiegesprek en dan nog even met haar de stad in of bij haar thuis. Dus ik neem jullie weer mee vandaag. Ik heb dus trouwens ook echt een nieuwe verslaving. Ik had namelijk al 2 mondkapjes, 1 pantenprint en 1 met zo'n met zo'n kattensnoetje erop. En er zijn er ook nog 3 onderweg van Wish. En ik heb deze gehaald, want deze print past echt precies bij een jurk. En dan heb ik deze gehaald met roze pantenprint, want ja, ik hou gewoon van roze en van pantenprint natuurlijk. En dan heb ik nog deze zebra print, die ga ik vandaag opdoen, want ik heb natuurlijk zwart-wit aan. En ik heb daar een superleuke tas bij. Dus dat matcht lekker. We hebben natuurlijk een mondkapje nodig. Ik weet niet meer precies hoe die winkel heet eigenlijk. De blouse is van de Yap Fashion. Mijn jasje is van de H&M. Mijn broek is van de Sting. En mijn schoenen van Alexander McQueen. En mijn tasje is van Loods 5. Dus ik ga nu de bus nemen. Het is alweer het einde van de middag. Mijn sollicitatiegesprek ging echt goed voor mijn gevoel. En morgen, einde van de middag, word ik gebeld. Dus dan hoor ik meer. En het was echt super gezellig met mijn vriendin. Nu ben ik bij mijn vriend en daar blijf ik eten. En dan daarna ga ik weer lekker naar huis. Bij deze wil ik ook gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!